Let op, alles wat besproken wordt in deze podcastaflevering is uitsluitend bedoeld voor entertainmentdoeleinden en mag niet worden opgevat als financieel, economisch, beleggings- of ander professioneel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig en gedecentraliseerd stuk code. De enige garantie met euro spaargeld is een verlies aan kopkracht. De enige garantie in crypto is het risico. Onthoud dat als u niet de eigenaar bent van uw privésleutels, u geen controle hebt over uw bitcoin. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Welkom bij de Alles voor Bitcoin Podcast, de onafhankelijke, reclamevrije stem van Belgische Bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast-app, uh, ja, Spotify, Apple, Google Podcasts en zo verder. Op Twitter kan je ons vinden op @AvbPodcast. Je kan ons ook online vinden, allesvoorbitcoin.com of allesvoorbitcoin.be. Daar vind je onze links terug. Die site leeft ook een beetje in die zin dat we daar regelmatig dingen aan aanpassen: extra links, extra informatie. Zaken die we online zien die interessant genoeg zijn, zwieren we daar gewoon bij. Dat is zo'n beetje onze go-to webpage. Makkelijk aan te passen, niet alleen, maar ook zeer simpel en zeer licht we slaan u daar niet om, uh, om de oren met een uh, hele blitse site om het zacht uit te drukken die is zeer minimalistisch opgevat net om heel duidelijk te maken dat wij een ander kaliber zijn dan de meeste crypto websites en crypto platformen die u ja allerlei referral links banners en andere rommel in uw gezicht gooien terwijl u uh, op uw website iets probeert te zoeken uh, bij ons staat alles gewoon ja zwart op wit op die ene simpele minimale website en uh, ja zo hoort het ook voor een website die eigenlijk niet uh, puur geld uit uw zakken wil kloppen. Want natuurlijk, al die blitse websites en die, uh, ja, die uh, marketing boys die daarachter zitten en marketing girls die daarachter zitten die uh, moeten natuurlijk ook betaald worden. En dat is bij ons niet het geval. Uh, HTML-code moet je niet per se betalen. Dat typ je gewoon in een notepad. Woehoe, old school. Vandaag is het aflevering 70. Het is 22 april, 14 anno, Satoshi. De blokhoogte is 786.000. 526. 1 bitcoin is 24.800 euro, oftewel 27.224 dollar. En uh, met, die, uh, met die euro's kan je in ons land 5.391 Big Macs kopen. Vandaag twee onderwerpen, voornamelijk twee nieuwtjes zal ik maar zeggen. Um, daar kunnen we desnoods uren over doorbomen, maar dat gaan we niet doen. We gaan het hier kort houden en, en krachtig houden. We hebben het allereerst over die MICA-regelgeving van de EU. Die saga begint een beetje op zijn einde te lopen, of ja, aan zijn begin, afhankelijk van hoe, het, hoe u dat ziet. En dan hebben we het ook nog even over een kleine coinjoin-oorlog uh, die er is aan het, uh, al een tijd aan het losbarsten is, uh, tussen een aantal uh, online personalities en... Uh, providers van wallets, onder andere Trezor, maar daarover straks meer. Laten we beginnen met die regelgeving die we in deze podcast eigenlijk uh, van in het begin hebben beginnen opvolgen. Uh, wie dat nog weet, onze eerste aflevering, die ik ad hoc puur uit woede heb beginnen maken, uh, die ging daarover. Het ging erover dat een uh, bepaald parlementslid, en we gaan haar naam niet nog eens besmeuren, maar u weet allemaal over wie ik het heb. Uh, hier in België, uh, ja, eigenlijk, laat ons zeggen, geringe kennis tentoonspreidt over uh, bitcoin, in, in principe in, over crypto. Um, uh, ja, en, en daar dan toch uh, een platform krijgt en ook de macht krijgt om met uh, ja, nauwelijks 80.000 stemmen in Brussel toch uh, ja, haar stempel of haar, uh, ja, haar voting power te drukken op een regelgeving die eigenlijk voor meer dan 400 miljoen mensen zal gaan invoegen worden gebracht. Dat is uh, zeer triestig om te zien, maar uh, ja, daar was ik toen boos over bijna een jaar geleden ondertussen en die, uh, die aflevering ja, die eerste aflevering was ook eigenlijk echt puur van kijk, ik, ik, uh, ik neem hier nu een micro en ik ga hierover gewoon ranten, want ik kan dat niet meer aanzien, dat daar ook nooit iemand kritiek op heeft of dat daar nooit eens uh, ja, dieper wordt op ingegaan we zijn nu een jaar verder en uh, ja, die Mika-ruling, dat komt natuurlijk niet alleen van uh, die bepaalde politica, maar dat komt van een hele groep. En daar gaan we vandaag het even over hebben, want die is uh, gisteren 21 april eigenlijk gevouwd geweest, daar heeft men over gestemd, in het uh, Europees Parlement in Straatsburg. Uh, zoals u weet, vliegen onze excellenties of rijden onze excellenties met heel hun hebben en houden tussen Brussel en Straatsburg heen en weer. Uh, de voetafdruk op het uh, ecologische systeem, uh, ja, daar gaan we het niet over hebben, zeker. Dat is natuurlijk allemaal uh, picobello in orde, want ze drinken hun cappuccino's met een roerstaafje van uh, gerecycleerd plastic, waarschijnlijk. Um, die regelgeving, want we zijn aan het afdwalen, die regelgeving die gaat eigenlijk over de, 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 ja, de nieuwe wetten die men wil invoeren hier, regels waaraan bepaalde bedrijven en uh, bepaalde uitgaven van tokens enzovoort zich gaan moeten houden. Um, en die regelgeving, die, ja, die voortrekkers daarvan, die zaten uh, mooi in werkgroepen uh, samen met mensen als uh, Paul Tang, die toch niet kan beschuldigd worden van enige rechtse sympathieën, maar eerder in het uh, extreem linkse kamp thuis hoort. Enkele extreem groenen uh, zaten daar ook tussen en enkele communisten, onder andere uit Spanje en Duitsland. Dus die werkgroepen zaten mooi bevolkt met mensen die uh, ja, uiteraard een hele andere kijk hebben op waarde en over, uh, uh, ja, laten ons zeggen... ...bezit in het algemeen. En uh, de inhoud hiervan, van die MICA-regelgeving... Uh, die, uh, ...die werd in de loop van dat jaar licht aangepast hier en daar... ...met één groot heikel punt over de limieten van transacties... ...daarover zelfs meer... Um, maar uh, die teksten ja, die werden dus voorgesteld, in de licht aangepast hier en daar, maar die moesten dus nog volledig door de juridische diensten worden uh, bekeken. Dat is ondertussen gebeurd. We zitten daar eigenlijk al een paar maanden op te wachten, want echt snel ging dat niet vooruit, blijkbaar. Het is ook vrij complexe materie, denk ik. Als je het puur gaat bekijken naar de, ja, de ambtenaren die dat hebben moeten gaan zitten vertalen en verklanken, dan, uh, ja, dan is dat toch een heel huzare stukje geweest, denk ik, puur technisch gezien. Um, voor de mensen die dat allemaal niet gevolgd hebben, toch, nog even een recap. Uh, want ja, misschien was het koers of keek men liever naar Vermomde Zangers op televisie. Het gaat dus om de Mica-regelgeving, en dat is uh, uh, die, dat officieel doel. De Mica staat trouwens voor de markets in crypto assets. Dus uh, dat is die afkorting. En die. Uh, ja, dat officiële doel, die, de, de, de reden waarom men deze regelgeving gaat opzetten, is om meer transparantie en bescherming te bieden aan de consumenten en gebruikers of investeerders van crypto in het algemeen. En u hoort hier al de eerste fout gemaakt worden, maar goed, daarover zeggen ze ook meer. De, regel, de regelgeving richt zich officieel vooral op cryptobeurzen, aanbieders van tokens, handelsbeurzen, maar ook wallet providers. Dus de, de mensen die die uh, elektronische portefeuilles gaan aanbieden. En ze hebben er... Um, zoals met alles uh, tegenwoordig ook een uh, ja, licht groen, nepgroen sausje overgegoten, wat uh, in mijn ogen totaal niet nodig is hier en ja kijk dan eerst naar jullie uh, eigen werking zou ik zeggen, maar uh, niet alleen dat, uh, ja bitcoin is groener dan al die mensen samen, dus. Ik begrijp het echt niet. Maar uh, oké, okay. het is, is Europa. Dus je moet ook rekenen. Je moet dat hoedje opzetten van een totale clownwereld. Ik heb ook mijn rode neus hierop. Om, uh, om duidelijk te maken dat ik uh, van niks weet. Uh, dus die eigenlijk uh, Europese verordening, zoals ze dat noemen, die is eigenlijk ook op een rare manier tot stand gekomen. Die werkgroepen, die, de, nou, daar zaten mensen tussen die al op voorhand hun, uh, ja, hun doel voor ogen hadden. Dus die gingen daar niet om dat te analyseren en om daar een goede wetgeving te maken voor de burgers, maar die gingen daar vooral in om de fintech, de crypto-industrie te nekken. Hè. Dat is uh, een duidelijk doel. Die, uh, da, daar kan je over discussiëren, van ach nee, er zaten toch mensen tussen die het heel goed bedoelen. En die geen uh, vooroordelen hadden, wel, uh, dan zou ik zeggen: bekijk eens een interview met een zekere Paul Tang uit Nederland of begrijp, probeer te begrijpen wat Asita Kanko allemaal uitkraamt. Als u daar kop nog start aan kan krijgen, dan uh, ja, bent u niet alleen. Dus die mensen die stappen daar eigenlijk in met een zeer duidelijk doel voor ogen, namelijk hoe kunnen we zoveel mogelijk. Uh, onze eigen CBDC in een zo goed mogelijke positie zetten volgend jaar om te starten. En tegelijkertijd alle concurrentie de nek omwringen. Tegelijk, en dat wil ik toch ook even in de verf zetten: uh, dat is het positieve, het licht positieve is. Er zijn natuurlijk een heleboel scams en uh, een soort van wilde Westen. Uh, ja, imago en ook effectief wel zeer scammy en louche bedrijven uh, die in deze space opereren, met name in de, in de altcoin, shitcoin en uh, Ponzi-wereld. Uh, en dat men daar eindelijk eens iets aan wou doen, is natuurlijk positief, daar kan denk ik ook niemand tegen zijn. Men heeft dat doel, en dat, dat is een nobel doel als men probeert. Uh, Argeloze consumenten te beschermen. Uh, ja, dat is op zich een nobel doel, maar daar rijdt men het Trojaanse paard natuurlijk binnen om uh, ook hun echte vijand, Bitcoin, meteen te proberen raken. En daar, uh, daar schuilt hem natuurlijk het addertje weer al onder het gras. Deze Ponzi's en scammers die zijn trouwens al jaren en jaren bezig. En die, die hebben eigenlijk in Europa zeer weinig weerwerk gekregen tot nu toe. Dus dan kan je wel zeggen, ja, dan is het toch goed dat onze politici daar iets aan doen. Ja, ten eerste was dat al rijkelijk laat, want uh, oplichting is nu eenmaal iets waar een systeem als Europa of een land zoals België uh, toch structuren voor heeft om tegen te strijden. En daar, ja, daar staan wij natuurlijk helemaal achter. Uh, als er uh, mensen, uh, met een of andere token, mensen oplichten... Dan is dat gewoon niet goed voor de economie. Dat is pure roofbouw. En of dat nu gebeurt met een cryptotoken of uh, met iets anders, uh, met immobiliën of met uh, fake goud te verkopen, het is allemaal even grote oplichting wanneer dat opgezet wordt door malafide figuren die effectief met het doel om mensen op te lichten in die markt stappen, welke markt dat dan ook is. Dus Oplichterij tegengaan, ja, daar zijn wij uiteraard ook uh, pro. Maar um, ja, er mag toch wel even bijgezegd worden dat men hier niet alleen zeer traag is geweest, maar uh, ja, vooral nogal uh, lax heeft omgegaan met deze informatie. Dus we herinneren ons uh, uh, ja, de, de oplichting die er is gebeurd de laatste jaren of bijvoorbeeld de FTX aanval op uh, bitcoin door paper uh, bitcoin te zit verkopen terwijl die niet in kas was. Um, ja, daar heeft men eigenlijk uh, geen strobreed in de weg gelegd en nu gaat men doen alsof men zegt van, uh, van oh, we gaan de consumenten allemaal goed beschermen nu um, want uh, ja, het is ermee gedaan met die uh, crypto wilde westen uh, ja, imago's. Dat, dat is niet helemaal waar, maar goed. Men maakt hier één grote kapitale fout natuurlijk door crypto, de tokens, de scams en de, de andere ja, zever... Eh, ...op één hoop te gooien samen met bitcoin. En daar is wel degelijk een fundamenteel verschil. Ik hoop dat ondertussen de luisteraars van mijn podcast eh, daar, eh, ja, daar zelf al dat kunnen invullen waarom dat dat is. Eh, wij, eh, bitcoin kan je niet eindeloos bijverzinnen, bijprinten. Er moet proof of work gebeuren. Eh, het wordt geverifieerd. Het, het is permissieloos... Noem maar op. En uh, ja, er zijn andere uh, setups en, en tokens die daar haaks tegenover staan. Dat allemaal op één hoop gooien is één grote uh, fout. En ja. Dat, dat, uh, ja, dat is natuurlijk met als doel om die EU-CBDC, die digitale euro, erachterheen door te rammen. Dat is een voorbereidend werk dat men nu doet. Dat is mijn interpretatie, u mag daar uiteraard een andere mening over hebben. Uh, dus ik zie hier twee dingen. Eén, uh, zeer negatief, men gooit alles op één hoop. Dat uh, gaat hen nog zwaar parten spelen trouwens. En ten tweede, uh, iets mild positief, dat men eindelijk iets doet aan de ja, allergrootste scams, excessen en uh, ponzi-schemes die in deze crypto-wereld uh, rond waren. Um ze gaan deze regelgeving invoeren en daarmee de consumenten niet voldoende beschermen tegen deze scams, denk ik. Want die zijn nu al hun tactieken aan het aanpassen. Net om uh, binnen die regelgeving te blijven, in orde te blijven. En je hebt natuurlijk ook genoeg centen, meestal door heel veel mensen op te lichten. Om daar uh, ja, de nodige structuren aan aan te passen, de nodige marketing trucs op toe te passen. En uh, ja, desnoods hun eigen uh, ja, tokens en rommel te gaan anders noemen. ...om dan ja, te verdoezelen eigenlijk dat ze nog steeds hetzelfde doen. Dus ik denk dat het een beetje ja, te laat is en te, te weinig om de echt grote scammers uh, uh, aan te gaan pakken. Maar het mag wel gezegd worden, uh, bepaalde uh, beurzen enzovoort zullen dus dingen gaan moeten bewijzen... En uh, dat kan alleen maar iets positiever zijn. Het wordt iets moeilijker. Je kan niet gewoon zeggen: Kijk, ik doe hier een beurs open. En uh, ja, kom maar crypto traden bij mij. En ik heb hier mijn eigen token. En ach ja, ik heb eigenlijk geen tegenwaarde. Ik heb ook geen geld in kas. Maar we doen maar wat. Dus dat gaat dan wel voorbij zijn. Wanneer u zich richt op uh, de Europese consument, moet u dus wel bepaalde zaken gaan bewijzen. Zoals uh, tegenwaarde in uh, fiat die aanwezig moet zijn op de boeken enzovoort. Um, wat men hier vooral sluiks probeert te doen, uh, is denk ik mensen bang maken. Uh, men is dat hier nu aan, aan het promoten: als kijken, uh, alle crypto is slecht, hè. Uh, de, uh, bitcoin dat is niet groen genoeg uh, en noem het maar op. En ja, er zijn wel een paar crypto's die dan beter zijn voor het milieu, zogezegd. Maar ja, die, die, dat zijn dan allemaal loesje figuren. Dus men gaat hier de mensen heel bang maken, ja, terwijl ze eigenlijk heel goed weten dat hun euro net hetgeen is om schrik van te krijgen in deze tijden. Laat ons beginnen met uh, concreet wat informatie over die MICA-regelgeving, zoals die er nu eigenlijk uh, ja, is doorgekomen of goedgekeurd. Uh, de regulering die hier wordt ingevoerd, zou eigenlijk uh, in effect komen vanaf ongeveer januari 2025. Dat kan een, twee, drie maanden vroeger zijn ook. Dat hangt er allemaal vanaf hoe, hoe ja, ver die vertalingen en de uitvoeringsbesluiten in die verschillende landen allemaal gaan. Um, maar ja, rond einde 2024, begin 2025 zou dat echt ja, in effect moeten zijn. Um, nu. Wat ons hier vooral interesseert, is natuurlijk de visie voor uh, bitcoiners. Of vanuit bitcoiners standpunt. Dus de altcoiners, de scammers en de token chillers en noem het maar op. Uh, ja, die mogen hun eigen discussies gaan voeren en hun eigen informatie gaan verspreiden naar hun volgelingen. Uh, daar doen we niet aan mee. Dus uh, de impact op hun tokens, hun add-on rommel, hun multilevel marketing oplichterij, mogen ze zelf gaan uitleggen aan hun klantjes op TikTok. <laughs> en uh, dat, dat doen ze maar. Wij gaan hier even de bril van een bitcoiner opzetten. En uh, ja, de rest uh, ja, die zoeken het maar lekker uit. Dus de, de EU-propagandamensen hebben daar een uh, mooie opsomming voor. Dat die algemene Mika-regel het uh, Wilde Westensfeertje uit die crypto activa industrie moet halen. Zo noemen zij dat dan. En die investeerders en consumenten, die gaan zij beschermen. Ze willen hier ook voorlopen. Uh, het is heel duidelijk dat ze hier een voortrekkersrol zouden willen nemen. En ik zeg hier zouden, want de rest van de wereld gaat ons hier eigenlijk uh, ja, een beetje mee uitlachen, denk ik. Maar goed. Hey, want je jaagt zelf Fintech-bedrijven die echt innovatie Gaan uh, proberen ja, te bekomen door snellere en eenvoudigere betalingen te gaan uitvoeren. Dat, dat, uh, ja, dat wordt allemaal geblokt. Dat wordt eigenlijk allemaal ja, een beetje moeilijker gemaakt dan het zou moeten zijn. Uh, terwijl natuurlijk uh, ja, in het uh, buitenland dat niet altijd zo is, en dat uh, wel omarmd wordt. Niet overal, natuurlijk. Maar goed, we beginnen bij uh, puntje 1, dat, uh, dat is die transacties. Nu. Um, Eén ding dat ik heel duidelijk wil maken: peer-to-peer -peer of person to person. Um, die, uh, die gaan eigenlijk niet direct aangevallen worden. Dus dat is al heel duidelijk. Wij als bitcoiner, als Janneke naar Mieke één bitcoin wil sturen. En Mieke stuurt een, een week later één bitcoin terug naar Jan. Dat is geen enkel probleem. Die moeten elkaar niet KYC'en. En als ze dat wel zouden moeten doen, denk ik ook niet dat heel veel mensen dat effectief zouden uitvoeren. Dus uh, men weet dat dat natuurlijk een. Verloren zaak is om dat te proberen uh, ja, aan banden te gaan leggen. Want dat is ja, net als een briefje van 50 euro heen en weer smijten tussen twee personen. Daar staat natuurlijk niemand bij, uh, dat zie je niet. En uh, moest je dat zien on-chain, dan weet je nog altijd niet per se wie daarachter zit. Moest je een minimum aan uh, op sec hebben. Dus uh, met andere woorden, die peer-to-peer, uh, die person-to-person -peer, -to -person toestanden, dat is eigenlijk iets dat men niet raakt. Wat men ook niet raakt. Uh, is eigenlijk die DEXES, dus de, uh, de Decentralized uh, Asset Exchanges, waar men eigenlijk gaat zeggen: van kijk, uh, zoals voor Bitcoin bijvoorbeeld, BISC of uh, RoboSats, uh, waar men eigenlijk gaat zeggen: van kijk, je gaat hier eigenlijk uh, iets aanbieden, uh, een, een offer posten, maar er is niet één centrale partij die zegt: van ah oh ja, kijk, we gaan dat nu eens in onze markt zetten, in ons orderboek, en we gaan dat vergelijken en we gaan dat aanbieden naar onze klanten. Um, zo werkt dat niet. Dus dat is vrij open, dat is gedecentraliseerd, noem het maar op. En op die manier uh, kan je eigenlijk peer-to-peer uh, ja, -peer gaan faciliteren. Met andere woorden, daar richt men zich ook niet op. Ook dezelfde ja, reden waarschijnlijk. Het is een onbegonnen zaak zelfs om daar um, iets aan te doen, want dan ga je ja, het vrij. Uh, verkeer van geld zelf binnen de Europese Unie al meteen aan banden leggen. Nu, dat zullen ze waarschijnlijk ooit wel eens doen uh, binnen een paar jaar, zeker als hun eigen CBDC is uitgerold. En hopelijk overleeft dat ding dan uh, vanuit hun standpunt gezien. Maar uh, ja, daar zijn we dus nog niet aan toe. Met andere woorden, uh, zoals u Bitcoin zou moeten gebruiken, zonder tussenpersonen, zonder middelmijn, zonder centrale exchange daartussen, ja, dat wordt eigenlijk gevrijwaard omdat men daar ook niks op. Aan kan doen. Wat nog maar eens bewijst dat Bitcoin altijd rond problemen routeert. Uh, uiteraard is een uh, gecentraliseerde exchange heel handig, heel makkelijk, heel tof. En als je niks te verbergen hebt, dan is dat nog toffer natuurlijk. En als je wel iets te verbergen hebt, waarschijnlijk ook, want dan ken je die mannen. <laughs> dus dan is het oké. Okay. Maar uh, ja, je kan natuurlijk Bitcoin gebruiken zoals het hoort, namelijk. Uh, direct en zonder tussenpersonen. En die tussenpersonen hebben we eigenlijk niet nodig in Bitcoin. Dus dat is super tof. Uh, daar heeft men geen specifieke wetgeving over. Wat natuurlijk wel zo is, en uh, dan komen we bij dat eerste puntje met die, uh, met die limieten. Wat natuurlijk wel zo is, is wanneer je een uh, provider bent, een betalingsprovider bijvoorbeeld, die voor uh, een aantal zaken Bitcoin bitcoinbetalingen gaat faciliteren, dan ben je dus eigenlijk vanaf 0, uh, allez, vanaf boven 0 euro verplicht om dus uh, ja, te weten wie uw klant is, KYC, know your customer. Dus dat betekent dat men, ja, met andere woorden, als ik een snoepje wil kopen van, uh, laat ons zeggen, 1 uh, of 10 cent, en uh, ja, die, uh, die snoepwinkel zou lightning aanvaarden, dan moet ik in principe mijn uh, pas laten zien of uh, ge goed gekeurd zijn uh, via EID en uh, een... Een soort van gijzelingsvideotje dat ik dan zal moeten opsturen, zeker? Met mijn e-ID en telefoonnummer en noem het maar op erbij. Uh, aan de provider die dat eigenlijk, dus aan het kassasysteem zeg maar, die dat toelaat. Uh, dat is natuurlijk gekke werk, want... Uh, ja, uh, hoe ga je dat doen? Dat is gewoon belachelijk eigenlijk... Uh, maar goed, oké, okay, men, men voert dat in. Hoe die providers hiermee gaan omgaan, zullen we zien. Ik denk dat ofwel een aantal gewoon zullen zeggen: Kijk, als die regelgeving hier in Europa zo achterlijk is, vertrekken wij hier en trekken jullie plan. En uh, ja, good luck with jullie uh, CBDC. Of er zullen een aantal iets, uh, ja, iets creatiefs opvinden. En daar zijn creatieve oplossingen voor te vinden. Uh, als je een beetje technisch aangelegd bent of een beetje uh, iets kent van hoe Bitcoin werkt, dan zijn daar zeker oplossingen voor. Maar het is natuurlijk ook de vraag wie gaat dat controleren. Als ik letterlijk in een snoepwinkel morgen een zuurtje koop van 10 cent. En ik betaal dat met Lightning netwerk En niemand heeft ooit mijn EID gevraagd. Tja, zijn we dan allemaal zo'n terroristen geworden voor Europa dat we 10 cent niet mogen betalen? Maar ondertussen mag er wel iemand met uh, koffers vol met euro's de grens oversteken als Europees parlementslid en daar juwelen, Rolexen en Ferraris mee kopen. Dat is geen probleem. Die zullen hun eigen niet moeten KYC'en natuurlijk. Uh, dat is allemaal up en up. Dat is allemaal prima. En uh, 6000 euro pensioentrekken ook niet. Dus. Ja, er zijn toch gradaties. Wij worden hier eigenlijk als bitcoiner andermaal als uh, ja, het grootste tuig, schurfhonden behandeld die uh, allemaal moeten uitgeroeid worden. Omdat we blijkbaar, blijkbaar permissieloos willen betalen en onze waarden zelf in handen willen hebben. Dat is blijkbaar een misdaad geworden in. Uh, Huidig Europa. Dat uh, stemt toch tot nadenken. Er was eerst een uh, regelgeving voorgesteld, die is afgeschoten door de Franse delegatie trouwens, um, waarbij die limiet op 1000 euro zou gezet worden per dag. Dat je dus voor 999 euro snoepjes kon kopen in diezelfde snoepwinkel, maar nog altijd je e ID niet moest laten zien aan wie dan ook. En dat dat dan ja, boven de 1000 euro wel zou moeten. Dat is geschrapt geweest en gezet op 0, dus er is geen onderlimiet. Dus elke transactie moet op die manier bekend worden, wanneer het dus tussen twee soorten wallets gaat, waarvan er één een uh, ja, officiële uh, provider is. Nu, die providers, en dat noemt men hier een CASP... En dat, uh, ja, dat staat dan voor... Crispo Chris, uh, ook, maar... Crypto Asset Service Provider. Um, dus die moeten dat uh, gaan doen. Met andere woorden, als Kraken bijvoorbeeld... morgen een betaalsysteem heeft voor KMO's... en die gaan een, uh, ja, een point of sale daar zetten, een kassa zeg maar... en ik ga in dat snoepwinkel die binnen... en ik koop daar een zuurtje van 10 cent... dan, ja, Kraken is natuurlijk een officiële firma... die dan een kasp zal zijn in uh, Europa. En die gaan dan zeggen van... kijk eens, uh, ja, wij weten wie... Bent. U bent Kim de Vos, dank u voor uw uh, centen. En dan mag dat wel, want aan mijn kant is de identiteit geweten. Ik mag dat zuurtje kopen van 10 cent. En aan de andere kant is die zaak natuurlijk ook gekend en zit die ook bij Kraken en is ook hun identiteit bekend. Op die manier uh, ja, wordt dat natuurlijk meer transactabel en meer officieel. En meer officieel als in zijn de Europa mag meekijken. En dan zit er eigenlijk ook altijd per definitie een middelman tussen. Want natuurlijk ga ik niet rechtstreeks betalen. Ik ga daar een, een kleine fee of een kleine extra lidmaatschap of wat dan ook moeten betalen... ...om te mogen dat officieel te doen en te mogen mijn identiteitskaartje en noem het maar op vrij te geven. En natuurlijk kan men ook datamining daarop doen waar men dan ook nog eens op mij kan verdienen. Dus ja, dan zit je eigenlijk in hetzelfde verhaal dan momenteel met eender welk ander betalingsnetwerk... ...of het nu Payconic is of Visa of wat dan ook... Dus dan is de identiteit volledig gekend. Hebben we daar allemaal schrik van? Ja, ik maak dat niet voor anderen uit. Ik heb liever dat ik, wanneer ik iets betaal, dat niet een twintigtal databanken meekijken. Um, niet omdat ik rare dingen koop, maar gewoon omdat ik dat niet graag heb. Omdat dat altijd uiteindelijk in mijn nadeel is. Als consument alleen al. Um, ik moet hier ook opmerken dat er dus vanuit EU-standpunt opnieuw bedrijven. Als een soort politie gaan worden ingeschakeld en als een soort van rechter en beul, waarbij men ervan uitgaat dat bedrijven, dus zelf actief, stappen gaan ondernemen om hun klanten te identificeren. Door die limiet dus af te schaffen veroorzaakt men ook nog iets anders. Hè? Namelijk dat men die, die fintechbedrijven die daar al in uh, geïnteresseerd waren en daar eigenlijk uh, ja, in wouwen stappen, maar evengoed banken, die dat eventueel wilden aanbieden, hè? ik zeg maar iets, uh, bitcoin bitcoinbetalingen aanvaarden. Uh, waarom hebben we dat trouwens hier nog niet systematisch? Maar goed, dat uh, is een andere vraag. Um, maar uh, ja, dat, uh, dat wordt natuurlijk verhinderd daardoor, doordat er ook weer een extra hoepeltje wordt uh, opgespannen om door te gaan springen als klant. In als provider. Dat is waanzinnig als je letterlijk voor uh, ja, een aankoop van 10 cent je eigen gaat moeten gaan identificeren. Dat, dat is lastig. We laten ons daar geen doekjes om winden. Dit is eigenlijk ondoenbaar om daarop een businessmodel draaiende te houden. Ik ben zeer benieuwd wat voor creatieve manieren daar gaan op gevonden worden. Er wordt ook niet in dat document wordt ook niet gesproken over Lightning Netwerk. Dus of men dat dan ziet als per definitie peer-to-peer -peer of niet, dat laat men hier in het midden. Dat is zeer jammer dat men geen projecten bij namen noemt in dat document, als voorbeeld of wat dan ook. Dus dat is eigenlijk wel een gemiste kans, vind ik. Maak dingen duidelijk, een duidelijke wetgeving, en dan is dat ook al wel tof. Um, goed, ze maken vanaf nu ook in dat document onderscheid tussen hosted en unhosted wallets. Uh, ja, dat is al iets heel walgelijks op zich natuurlijk. Uh, maar goed, uh, waarbij dus de hosted wallets een derde partij zijn: een middelman zijn, die bijvoorbeeld, zoals uh, ja, een bankje of zo, die in uw plaats Bitcoin zouden gaan bijhouden of een wallet zouden gaan bijhouden. Um, uh, zoals een exchange die een EU-vergunning daarvoor heeft, uh, dat, uh, dat zal gaan doen. Nu, een unhosted wallet is dan een bitcoin wallet waar u zelf als persoon de private key van heeft, of waar een bedrijf de private key van heeft, en die niet door een derde partij wordt uitgebaat. En je hebt dat dus echt zelf onder controle. Met andere woorden, u hebt zelf uw uh, 24 woorden of uw private keys, whatever dat u uh, hebt. Um, dat kan eender wat zijn, hè, uw eigen software wallet, zoals Samurai, of een uh, cold card of een trezor, of wat dan ook dat u hebt. Uh, of een paper wallet, waarom niet? Met andere woorden, een hosted wallet uh, staat haaks op alles waar Bitcoin voor staat. Dat is een uh, know your customer goedgekeurde dienst die dan eigenlijk gaat fungeren als zo'n CASP um, in plaats van hun klanten gaat dat beheren. Nu, dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn dat die dan uw private keys hebben. Het kan ook zijn dat je daar technisch een systeem op vindt dat je wel een CASP bent. En namens uw klant verrichtingen gaat kunnen beheren en noem het maar op. Maar dat de private keys toch via multisig of wat dan ook grotendeels bij de klant zitten. Maar ja, dat zijn technische oplossingen. In principe is het wel zo dat er dan een goedgekeurde uh, ja uw transacties eigenlijk mee ja, goedkeurt of bekijkt, op zijn minst. Um, Aanbieders van wallets vallen hier dus verder onder. En ja, meestal, al hoeft dat dus niet per se, gaan die, ja, dus uw. Private keys hebben. En dat uh, deze CASP, uh, crypto asset providers, uh, wordt eigenlijk zoiets als een ISP nu, een internet service provider, die dan ook helemaal aan de up-and-up, goedgekeurd door de telecom en uh, de Belgische toestanden, <gacht> gaat uh, in orde zijn. Nu, even een kanttekening. Er is momenteel in België maar één officieel goedgekeurde CASP en dat is uh, Settlement. En uh, verder zijn er nog geen officieel goedgekeurd in België, bedoel ik dan wel. Uh, dus op Europees vlak uh, zullen er daar zeker uh, veel spelers zijn, denk ik, die dat uh, met plezier gaan spelen, die uh, uh, service provider. Um, verder komen er ook nog um, reguleringseffecten op geldstromen bij stablecoins, uh, zoals Tether en uh, USDC. En die gaan eigenlijk uh, ja, moeten hun reserves bewijzen om eigenlijk bij ja, een grote withdrawal, een grote bankrun, zullen we maar zeggen, de reserves ook te hebben. Met andere woorden, als er mensen voor 50 miljoen USDC willen omzetten naar euro's in dit geval, of dollars, of wat dan ook het equivalent is, dan moet men dat in kas hebben en kunnen betalen, die reserves moeten bewezen worden. Um, nu heeft men daar een of ander sovjet trucje achter gestoken. En dat vond ik eigenlijk wel grappig om te lezen. Die stablecoins die mogen ook niet te groot worden. Dus um, wanneer die te grote aantallen uh, transacties gaan doen. Uh, en men heeft daar 200 miljoen euro per dag als limiet gezet, dan mag het niet meer. Dus ik ben heel benieuwd, moesten daar mega whales samenspannen om uh, die markt te gaan bespelen? Als je bijna aan die 200, op een drukke dag aan die 200 miljoen euro zou zitten op een stablecoin en je gaat daarmee spelen en je weet dat daar de limiet zit, dat ze dan moeten stoppen met transacten, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Dit dat lijkt mij echt zo, ja. De... Het is echt Sovjet stuff. Ik kan er niet niks anders over verzekeren. Oh ja, je mag een vrij bedrijf zijn hier en je, je mag uh, transacties doen. Maar ja, als het te groot wordt, moet je stoppen. Het is waanzin. Het is ook. Allee, dat, dat, uh, dat bedreigt ook de vrije markt in dat uh, hele wereldje. Dus uh, hoe men dan zegt van ja, maar hierdoor gaan we deze markt stabieler maken. Uh, goed, ik. ik uh, misschien is mijn verstand daar te klein voor, dat kan ook, uh, dat ik daar niet in zie hoe, hoe geniaal dat, dat is. <laughs> maar ik, ik zie alleen maar dat er, kijk, wanneer zo'n stablecoin zou neergaan omdat er te veel wordt uh, uh, afgehaald, of uh, dat de mensen daar massaal uitstappen, ja, dan moeten die naar nieuwe funds zoeken of coins gaan burnen om, die, om dat evenwicht te houden. En we hebben dat voorbeeld uh, enkele weken geleden gezien bij USDC, waar die. Uh, waar die 1 op 1 omruilbaarheid opeens was aan het dalen, waar het niet 1 dollar waard was, maar dacht iets van 92 cent, dan heeft men allerlei maatregelen gaan nemen om die 1 op 1 terug te bereiken. En daar speelt dan de vrije markt. En lukt u dat niet als bedrijf, dan gaat die stablecoin neer. Nu, het is leuk dat men die stablecoin probeert nu te reguleren, maar op deze manier, dit is. In mijn ogen, in, voor, voor zover ik er iets over lees, is dit gewoon een belachelijke maatregel. Maar goed, we gaan zien wat daar dan mee, uh, mee gebeurt. Uh, ik heb ook al gezien dat er een paar uh, EU-. Uh, Euro-backed stablecoins zijn aan het opstarten, onder andere van uh, wat was het? Uh, Société Générale. Dus uh, ja, good luck, het was nog op Ethereum ook. Dus uh, dat wordt helemaal een. Wacht, Société Générale plus Ethereum plus euro plus stablecoin. Dat kan niet fout geloven, natuurlijk. <laughs> dus dat wordt echt fun. Uh, misschien nog iets om een uh, bekende shitcoiner die dat kan chillen uh, achterin. Dat, ik zie het hem nog wel zeggen. Bedrijven die een casp worden, moeten ook zorgen dat ze dus een ecologische impact gaan melden aan Europa. Dat is ook heel grappig. Dus, wanneer je een Casp wordt en die service wilt gaan providen, dan moet je natuurlijk ook dat groene sausje erover gieten. En zeggen van ja, ah, kijk eens, onze servers die worden met elektriciteit gevoed. En die elektriciteit komt van onze windmolens of onze zonnepanelen, noem het maar op. Ja, ze doen maar. Uh, ik zou ook de ecologische voetafdruk van uh, heel het uh, Straatsburg in Brussel-Europees Parlement eens willen zien. Ik denk dat we dan ook achterover vallen hoor. Um, maar oké, okay, uh, veel elektriciteitsgebruik staat natuurlijk, zoals we allemaal weten, garant in gelijk aan veel vervuiling. Dat is uh, zowat ja, het axioma van dit soort extreem groenen die niet verder denken dan oh, elektriciteit is slecht. Dus ja. Uh, wat moeten we daar nog verder over zeggen? Uh, de Fransen hebben hier via het instituut Rousseau uh, toch een vinger in de pap gehad. Uh, met het lodig, nodige lobbywerk. En dat uh, regelgevend kader dat men nu heeft opgezet... Dat, uh, ja, dat zou dus eigenlijk de crypto-activiteiten... En jammer genoeg valt dus bitcoin voor hen onder crypto. Uh, om dat te gaan reguleren. En dit... Uh, ja... Dit is eigenlijk in een notendop de bijzonderste zaken die daarin zitten. Nu... Er, er, zit nog, er zit nog wel wat anders aan te komen. Ik wil hier even, zonder al te veel dieper in die tekst te gaan duiken... U kan hem ook lezen, ik zal hem in de show notes gewoon linken. Iedereen die daardoor wil malen, feel free. Het, het eigenlijke doel om die consument te gaan beschermen... is natuurlijk heel nobel. En... Uh, ook wel nodig. Laat ons een kat en kat noemen: er zijn zoveel scams en zoveel rare bedrijfjes actief in die uh, hele industrie, dat men natuurlijk de, de allerergste, grootste amateurs of grootste scammers misschien, ik zeg misschien, hier uh, enige moeilijkheid zal uh, bezorgen. En dat is altijd wel tof, maar meer ook niet. Um, wat vooral heel belangrijk is is dat bitcoin hier eigenlijk nauwelijks geraakt wordt uh, de uitrol van bepaalde services en bepaalde fintech richtingen die bitcoin als onderliggende waarde hebben, gaat een klein beetje bemoeilijkt worden um, maar daar gaan zeker mensen een mouw aan passen in die zin, bitcoin is zo resilient en is zo standvastig en zo goed, wij zijn extreem goed in rond problemen routeren, dus ja, De EU is nu eigenlijk een probleem aan het worden. Jammer genoeg hebben ze gekozen om totalitair te worden in plaats van om ons te omarmen. Dat is uh, heel, heel jammer, want men schiet hier niet alleen in hun eigen voet door de hele fintech-industrie in Europa een niks nekschot te geven, maar men gaat hier ook nog een hele industrie los daarvan, hè? Uh, NFT's evengoed en tokens. En... Want er zijn ook, laten we even heel eerlijk zijn, er zijn ook bepaalde nuttigere uh, altcoin-systemen. En ook die gaat men hier aanvallen. Uh, ik hoor uit die, uh, uit, uit die wereld ook zeer weinig echte weerstand. Dus blijkbaar vinden die dat allemaal goed om er niks van te krijgen. Bravo jongens, uh, zeker mee doorgaan. Uh, ik zou zeggen, verenig u eens of, of doe iets. Maar ja, uh, wanneer je op, uh, op een conferentie komt waar shitcoiners aanwezig zijn. of waar mensen aanwezig zijn met uh, blockchain-alternatieven op Bitcoin. ja, dan, uh, dan zie je daar eigenlijk wel een, een aantal, uh, aantal zaken gezegd worden. En hoor je daar een aantal zaken gezegd worden die allerminst uh, prettig zijn om te horen. Uh, ...waar men zich eigenlijk zelf ziet als een uh, flauw afgietsel van die digitale euro... ...en waar men daar dan een gimmick, een leuk trucje op kleeft... ...van, ah ja, maar wij hebben een sneller netwerk... ...of, ah, wij doen dat met uh, NFT's... ...ik bedoel, stop daar toch mee... ...je wordt hier eigenlijk... ...de, de core van waar we hiermee bezig zijn is... ...we hebben eindelijk, voor de eerste keer in de geschiedenis... ...een soort van waarde die digitaal en onzichtbaar is... Die pseudo-anoniem is, die permissieloos werkt en die u eindelijk toelaat om als individu uw eigen waarde te hebben en die ook echt te bezitten. Dat kan je zelfs niet met een huis of met een grond, want dat kunnen ze opeisen. Dat kunnen ze gaan verbeurd verklaren. Dat kunnen ze gaan um, onteigenen. Uh, noem het maar op. Uh, met goud hetzelfde. Desnoods stamt men de deur in bij u en gaat men het goud uit uw kluis halen of van onder uw bed. Uh, met schilderijen kan men dat met, met auto's kan men dat met om het even wat en zeker met uw bankrekening like dat is uw bankrekening dichtgezet als men u niet kan uitstaan achtereen om welke reden dan ook dan gaat men achter u aan en dan gaat men achter uw bezit aan. Bitcoin is het enige, het enige dat u daarvan eigenlijk weerhoudt. en men weet dat men weet van ai, er is eindelijk iets dat eigenlijk mensen toelaat om waarde uh, zelf bij te houden. En dat net geeft waarde aan dat ding. Want men zegt altijd: het heeft geen intristieke waarde, dus het is allemaal waardeloos. Wel goed, oké. Okay. Maar t, uh, hoe harder je er tegen vecht en hoe harder je gaat totalitaire regimes gaat invoeren op waarde en uh, mensen hun waarde afpakken en noem het maar op, hoe harder dan mensen gaan vluchten naar Bitcoin. Want je kan niet anders. Er is, er is geen andere ontsnappingsmogelijkheid momenteel. Misschien komt die er ooit. Het, uh, het zou mooi zijn om er daar twee, drie ontsnappingsroutes te hebben. Maar er is er momenteel maar één. Sorry. En ja, u bent naar een Bitcoin-podcast aan het luisteren. Uh, u krijgt deze mening natuurlijk. Uh, ik steek dat ook niet onder stoelen of bankje. Want deze podcast noemt alles voor Bitcoin, niet alles voor shitcoins. <laughs> dat zou nog een mooie zijn trouwens. Maar goed, dat is dan eerder voor de grap. Nee, ik, even serieus. Het is wel heel erg eigenlijk dat men. Um, ...dit soort wetgevingen in Europa dan uh, ja, massaal goedkeurt. Um, ik weet de exacte cijfers niet meer. Ik zag ze vandaag passeren. Van de 500 en zoveel waren er uh, 480. Enfin, in ieder geval, het was, het was bijna 90% of 85% van de mensen... ...die er pro hadden gestemd in dat Europees parlement. En dan vraag ik mij af... Um, ja, ...wie stemt daar dan eigenlijk voor? De, dat kan je toch niet... Moet ik het zeggen? Er is een consensus natuurlijk wel. Dus men, men heeft... Um, men heeft uh, wat extremere voorstellen gedaan in het begin. Dus eh, een totale ban op bitcoin onder andere, een totale ban op crypto, zelfs een ban op mining, zelfs een ban op encryptie zelf. Dus dat zit er allemaal nog aan te komen, die voorstellen zijn niet weg. Een, een persoon als Paul Tang bijvoorbeeld, die blijft daar achteraan gaan. Als je die laat doen, dan, uh, ja, dan worden zelfs potloden en dobbelstenen afgeschaft. Want oh, daar zou je een bitcoinadres mee kunnen maken, dat kan niet. Dus uh, die, uh, ja, hoe, hoe ver gaat het gaan mensen te. De technologie is er nu eenmaal en dat is al 14 jaar aan het draaien. Dat idee krijg je niet meer weg en die, uh, die permissieloze waardetransactie gaat niet verdwijnen. Dus face it, ofwel gaat u totalitair moeten worden en heel zwaar totalitair moeten worden, en dan gaat Europa niet meer tof zijn, ook niet voor mensen die niet in Bitcoin zitten, ofwel gaat u dat eindelijk eens omarmen. En hier zien we eigenlijk uh, een, een regelgeving ontstaan die tracht heel krampachtig om uh, de grootste scams en de grootste excessen van die industrie te gaan reguleren. Men hoopt en men denkt ook om daar een voortrekkersrol in te spelen in de wereld, maar eigenlijk zijn ondertussen ja, uh, andere werelddelen echt wel een stapje verder. En gaan die niet klakkeloos onze regelgeving overnemen? Ik kan me niet voorstellen dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten dit zomaar ook ingaat voeren met dezelfde met reeks regels. Het kan niet zijn dat zij bijvoorbeeld zeggen, ah, een, een stablecoin mag maximaal x bedrag transacten per, per dag. Allee, dit zijn waanzinnige uh, ideeën die dan als consensus daaruit komen. Voor ons als bitcoiners, individueel gezien, verandert er eigenlijk heel weinig tot niets. Zeker mensen die toch alleen maar ja, bitcoin bijhouden en occasioneel eens uh, aan elkaar doorsturen, om welke reden dan ook. Dus ja, uh, dus mij raakt het persoonlijk mijn koude kleren niet. Maar ik zie wel eigenlijk, en dat is het triestige eraan, ik zie eigenlijk hoe deze beslissingen tot stand komen door mensen die, sorry, echt, echt hun informatie niet op orde hebben. Um, Allee, als je daar een van die parlementsleden openlijk ziet zeggen dat ze gewoon een boekje van een of andere altcoin clown heeft gelezen en daar dan haar info moet uithalen, dat is gewoon diep triestig. En uh, ja, sorry dat ik er zo hard moet over zijn. Maar de mensen die hier doorgaan in onze Space, in België, zeker als de specialisten. Er zijn er een paar richten bij, absoluut. Er zijn er een paar bij die zeer, zeer goed weten waar ze het over hebben. Maar diegenen die je echt in je gezicht krijgt gesmeten, onder andere in de mainstream media, en die zichzelf uh, ja, in, in de kijker lopen... Uh, ja, daar heb ik toch uh, zware vragen bij. Maar goed, uh, we zullen zien hoe het uh, die mensen vergaat. Een conclusie is dat dit wel gevolgen heeft uh, voor een aantal bedrijven die in deze space actief zijn. Het positief is dat ze nog, laten we zeggen, één jaar tot anderhalf jaar zeker de tijd hebben om zich uh, aan te passen, in welke richting dan ook. Um, ja, het, 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 het aspect dat ze met de milieu-impact gaan rekening houden en met de. Dit, dit is zo belachelijk, dit is echt zo belachelijk. Dan vraag ik mij ook af: ga je dat ook vragen aan bijvoorbeeld uitbaters van cruiseschipdiensten? Uh, Moeten die ook afleveren wat hun uh, ecologische impact is? En ga je die dan ook bestraffen? Van, ah kijk, uw cruiseschip heeft iets te veel diesel verstookt. Um, we, gaan, uh, we gaan nu een boete van 20 miljoen laten betalen of zo. Ik, ja, nee, dit, dit zijn twee maten en twee gewichten ook. Uh, ja, ik zie ook niet wat een wallet provider. Qua milieu-impact zo zwaar zou kunnen... Allee, dit, dit is echt waanzinnig. Maar goed, oké. Okay, de, uh, de Europese kwestie, het is altijd hetzelfde. We zien hier regelgeving goedgekeurd worden, waar, uh, waar ik dan toch ernstige vragen bij stel van hoe dat dan echt tot stand komt. Um, ik ga daarover ophouden. Dit nieuws item is uh, wel duidelijk nu, denk ik. Uh, ik link in ieder geval naar die uh, pdf met de volle tekst, zoals die er nu ligt. En dan kan u dat zelf doorkammen. Een tweede item dat ik dus wou aansnijden is die Coin-join-oorlog. Voor mensen die dat niet weten: Coin-join is eigenlijk, ja, het woord zegt het eigenlijk al zelf. Je gaat een aantal transacties, een, een transactie gaan samenvoegen. Je gaat de coins, de, de uh, unspent uh, ja, transactie die er is. Die ga je eigenlijk gaan samenvoegen met een aantal andere mensen. Hun transacties. En op die manier ga je dat eigenlijk maskeren. Of ga je dat eigenlijk gaan, um, laat dan zeggen, minder. Uh, of, of meer anoniem maken, zo is het hè, eigenlijk. Nu, daar zijn een aantal manieren om dat te doen. Uh, technische manieren waar ik hier even niet dieper op inga, want dan ben ik helemaal uh, te diep uh, aan het wegzakken in technische zaken. Maar um, er zijn dus eigenlijk een aantal uh, dingen gebeurd, zeker de laatste week en de laatste maanden eigenlijk al, is dat al aan het broeien, over uh, de twee manieren om dat te doen. En je hebt eigenlijk twee visies daarop. Uh, laat ons zeggen dat aan de ene kant uh, Samurai Wallet staat en het uh, team daar rond. En aan de andere kant heb je uh, Wasabi. En die hebben hun eigen manier om dat uh, te bekomen. En ja, die zeggen natuurlijk allebei van elkaar, kijk, de andere is niet anoniem of goed genoeg. En uh, wij zijn de beste. Maar goed, uh, dat is al een oud zeer. Er zijn twee technische oplossingen voor iets en ze roepen allebei dat ze de beste zijn. En uh, dat de andere niet deugt. Nu, daar zit een extra... Kantje aan, omdat die teams elkaar, laat ons zeggen, niet echt uh, mogen. Dus de, de Twitter-oorlog tussen die twee teams is echt uh, ja, uh, van een vaak bedenkelijk allooi. Maar ook wel grappig tegelijk, want ze, ze gaan hier eigenlijk dieper in op de essentie van ja, wat is uw privacy nog waar. Dus de laatste dagen is daar eigenlijk een, uh, ja, een kink in de kabel gekomen Want Trezor, een uh, maker van hardware wallets. Die hebben gekozen om CoinJoin te gaan doen met het systeem van Wasabi en niet alleen dat, die hebben ook gezegd van kijk, we gaan daarvoor kiezen in onze volgende update krijg je dat erbij dus dat wordt niet default aangezet dus als je gewoon je Trezor wallet zou gebruiken voor een transactie, wordt dat niet gebruikt voor alle duidelijkheid maar je kan dat aanzetten, die coinjoin en uh, de mensen van Samurai die daar dus tegen zijn die zeiden, ho, wacht, dit is niet goed want weten jullie dat Wasabi eigenlijk op de achtergrond samenwerkt met een chain analysis um, company en chain analysis betekent dus eigenlijk dat men gaat analyse gaan doen op uw uh, transacties, en op alle transacties eigenlijk, om te gaan zien waar komt wat vandaan, en hoe zit dat in elkaar qua privacy, wie zit er daarachter. En ze zeggen van, kijk, als u dus een trezor gebruikt, en die coinjoin aanzet, en u doet een transactie, dan gaat u in dat wasabi-systeem vallen, en die zijn actief steeds bezig om uw transacties te gaan ja, analyseren. Net zoals dat... Ik zeg u maar, zoals u bijvoorbeeld met uh, um, Hotmail of Gmail gaat uh, een, een mail sturen, dan ja, wordt er bij de ene uw uh, mails eigenlijk qua inhoud gescand om u bepaalde advertenties te geven. Dus uh, dat, dat is een beetje vergelijkbaar, maar ja, het gaat hier over financiële transacties waar men eigenlijk gaat actief in kijken en zien van waar komen die coins vandaan en we gaan dat analyseren. Nu... Los daarvan, dat kan je eigenlijk altijd doen. Dus een chain analysis programma, ja, de blockchain op Bitcoin is nu eenmaal open. Dus je kan natuurlijk, wanneer je on-chain, dus echt met Bitcoin op zich, um, met Lightning gaat dat niet, maar he, met Bitcoin op zich, kan je natuurlijk transacties gaan analyseren. En als er daar bijvoorbeeld een, een adres wordt geherbruikt of uh, voor bepaalde doeleinden wordt gebruikt, dan kan je daar gaan zien. Kijk, deze companies of deze personen zitten daarachter. Of dit is er met, dat, uh, uh, met die waarde gebeurd. Nu, uh, een hardware wallet neem je net om je eigen keys onder controle te hebben. En om ja, secure in ja, toch uh, redelijke vorm van anonimiteit te hebben. Maar vooral om je eigen ding in handen te hebben. En uh, Samurai zegt nu van ja, als je dit gebruikt, ga je eigenlijk je uh, ja, willen Nillis uitleveren aan uh, verregaande... Chain analysis en die wasabi- en trezor-samenwerking uh, ja, zit daar eigenlijk op te azen. Dus u wordt gedata om het uh, kort uit te drukken. Waarop natuurlijk die twee teams nog verder begonnen te bekvechten en waarop uh, het team van wasabi het uh, nodig vond om mensen te gaan proberen doxen van, dus hun identiteit te ontmaskeren van het samurai-team. Waarbij er zelfs transacties naar samurai gingen uh, ja, ontmaskerd worden, en noem het maar op. Dus dat is een, een beetje een dirty, een vuile oorlog aan het worden. En het gaat eigenlijk in essentie van, ja, kunnen we Tresor nog beschouwen als een betrouwbare partij? En ik neig daar naar uh, ja, de mensen van Samurai toch technisch te geloven. Hun stijl, dat is iets helemaal anders. Dus ik ben niet zo... Um hun stijl, maar goed, uh, los van hun stijl uh, hebben ze wel gelijk technisch gezien dat wanneer dat je ja, dat systeem gebruikt, Trezor, en dat niet weet, die CoinJoin, hoe dat, dat precies werkt, ja, dan heb je eigenlijk niet de bescherming waar je op hoopte. Dat is zo'n beetje als zeggen: van, Ah, kijk, zet uw VPN aan en dan uh, ziet men niet naar welke sites u allemaal surft, maar eigenlijk kan je ze nog wel zien hoor. Dus ja, dat is zo een beetje een, een vals verkoopsargument, vind ik, van uh, Trezor om dat nu aan te zetten. Terwijl dat daar heel duidelijk een uh, systeem achter zit, net om die dingen terug te gaan uh, ontrafelen. En dat is natuurlijk niet waarom je een CoinJoin zou gaan gebruiken. Dus dat is een beetje ja, een, een, een mooi op te volgen spel aan het worden. Ik vind wel dat. Um, er mag een kanttekening ook mag bijgeplaatst worden. Trezor was uh, enkele jaren geleden de eerste die de Zwitserse versie van die Travel Rule, die Europa hier nu ook uh, gaat invoeren. Uh, ging toepassen. Dus zij zijn altijd nogal heel snel om op zelfs wetten die nog niet zijn goedgekeurd, om daarop te springen om in orde te zijn. Um, ze zijn daar nogal tuk op, ik snap dat ook. Ze zijn een bedrijf, ze willen natuurlijk in orde zijn en in operatie willen kunnen blijven. Aan de andere kant, ja, als de wet er nog niet ligt, waarom ben je dan zo snel om dat ding al in te voeren, al op voorhand? Dus dat is een beetje raar, zeker als er daar technische vragen rond zijn. Die travel rule even heel kort uitleggen. Het gaat er eigenlijk over die... Uh, uh, dat is een, een korte benaming voor die uh, ja, identificatie van de hosted wallets. Wat ik daar straks heb uitgelegd. Het gaat daarover van, kijk, wanneer je dus uh, uh, bitcoin van A naar B overzet, van de ene wallet naar de andere, uh, dan moet aan de beide kanten uh, er een identiteit aan hangen. Dus dat, dat is heel in het kort die travel rule. Ik kan daar meer over opzoeken. maar dat, dus, Om maar te zeggen, Trezor was daar toen zeer snel om dat in te voeren. Ze hebben dat ook meteen terug afgezet toen er daar protest op kwam. En um, nu zijn we, denk ik, twee jaar later en nu uh, flikken ze dit weer. Ik heb zo'n beetje de neiging van, ja, uh, pff, vertrouw ik die mensen nog wel. Ik raad Trezor in ieder geval niet meer aan uh, tot ze daar uh, klare wijn hebben geschonken. Want ja, uiteindelijk, een bitcoin-transactie hoeft niet gecoinjoined te worden. En als dat toch... Gekozen wordt door de gebruiker daarvan, ja, doe dat dan zo transparant mogelijk en doe dat dan ook uh, ja, niet door samen te werken met een bedrijf dat al bewezen heeft om niet aan de kant van de gebruiker te staan. Maar goed. Uh, dat, uh, ja, dat is natuurlijk een, een heel dubbel gevoel dat we daarbij hebben. Er komen nog van dat soort discussies aan. Want alles gaat eigenlijk in essentie teruggaan naar uh, hoe ver kan je nog afgescand worden en hoeveel data uh, zit er in het openbaar. We zitten natuurlijk in bitcoin met een open ledger, uh, waarbij ja, nu eenmaal analyse mogelijk is. Hou daar altijd rekening mee. Maar langs de andere kant, ja, het maakt ook Bitcoin zo mooi. In die zin, er is een open ledger, dus je kan ook zien: hé, hey, is deze transactie legit? En uh, ja, waar is die naartoe gegaan? Dus dat is, uh, ja, dat is gewoon iets nieuws. Dat is een, uh, een betrekkelijk nieuw gegeven in onze monetaire wereld. En. In onze technische wereld. En dat is uh, net zo mooi. Bitcoin is iets heel prachtigs. We zien dat eigenlijk tot leven komen voor onze ogen. We zien dat ook uh, rond problemen we, we zien het eigenlijk als een. Um ja, ...een organisme verder en verder verspreiden. En dat is uh, eigenlijk wel knap om te zien. We kunnen ons dan wel druk maken over uh, politici en uh, regulation... ...die daar proberen grip op te krijgen... ...maar zelfs het eigenlijk niet goed begrijpen. Laat staan, er grip op krijgen. En Europa gaat hier ook falen. Uh, als we zien wat er aan de hand is met hun uh, CBDC... Er is recentelijk op 5 april ook nog een uh, meeting geweest om de technische uitvoering verder uit te leiden. Uh, dat volgen we ook verder op als er daar uh, heel concrete beslissingen zijn genomen in welke richting dat ze gaan uh, met die uh, coin. Dan uh, gaan we daar zeker verder op in. Maar uh, Europa is daar ook nog uh, nergens. Er is nog zelfs geen testfase. En uh, men heeft hun uh, stabiliteit niet onder controle. Dus overal is er wel wat. Uh, ja, over te zeggen. Ik denk dat er binnen de Europese Unie en zeker bij de ECB ook wel hevige discussies moeten plaatsvinden intern over, ja, hoe gaan we dit ding door de strot van 400 en zoveel miljoen mensen uh, rammen. En dat, uh, dat gaat nog uh, een, uh, een paar vonken geven, denk ik. En daarom zit je goed en veilig en stabiel bij Bitcoin, omdat die discussies helemaal voorbij zijn bij ons. Uh, je kan... Uh, je kan gewoon bitcoin opzij zetten, hoddelen, desnoods op een paper wallet of op een hardware wallet of whatever dat u onder controle hebt. En that's it. Just sit back and relax. Stack some sets. Um, nog een klein bedankje naar uh, iemand die de voorbije week uh, heel veel uh, zijn best heeft gedaan om bepaalde dingen te ondersteunen voor mij. You know who you are. En nog een ander bedankje aan iemand die druk bezig is aan uh, nog een basisaflevering. En uh, dat is ook heel knap en dik geapprecieerd. Ik hoop dat jullie allemaal nog een uh, prettige dag hebben. <laughs> Laat u niet uh, verzuurd worden door het nieuws van die EU-parlementsleden, want uiteindelijk wij roeten rond problemen. En uh, ja, de EU is gewoon eventjes lastig aan het doen. En ja, misschien niet helemaal onterecht dat ze een aantal grote scams willen uh, gaan stoppen. Dat is een beetje de eindconclusie. Ik denk dat ergens nog uh, er een goede bedoeling in te zien kan vallen. Maar Ach ja, dat, uh, dat gedoe van oh, we gaan de consumenten beschermen, is Europa daar al niet uh, zijn serieus al heel lang kwijt? Dat is maar een gedachte die ik heb. Uh, dit was hem voor vandaag. Een iets langere episode, uh, omdat er veel uit te leggen was. Lees zeker dat document zelf. Moest u daar eens in willen duiken en u ziet nog rare dingen? Uh, ja, dat is uh, altijd interessant om te weten. Moest u een provider zijn of moest u een dienst aanbieden in België en uh, ja, bepaalde regelgevingen of bepaalde dingen gaan aanpassen in uw werking? Laat het dan eens zeker horen. Ik, uh, mijn micro staat open om uh, mensen die diensten aanbieden hun zeg daarover te laten doen. Maar ja, tot nu toe zijn er heel weinig mensen uh, beschikbaar of bereid om achter die uh, micro te kruipen en om zich bekend te maken. Dus dat is nu eenmaal eigen aan onze Bitcoin-wereld, zeker. Um, in ieder geval, dit was hem voor vandaag. Bye bye.